en welkom weer al op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Jude Remers en jawel, ik zal u zeggen, zet u er maar weer wat goed voor een hele leuke vlog. Met ook straks nog de Q&A, want ik moet die nog opnemen. En ik heb u al gezien dat er al redelijk veel gezegd is geweest in de Q&A channel op Discord. Dus het gaat weer al een hele happetappetappetat zijn voor allemaal voor te lezen. Hoe zit het nu in de toekomst met vlogs / livestreams, noem maar op. Jullie hebben zelfs gezien dat er meer livestreams zijn aan het komen dan de vlogs. Dus daar ben ik wel heel content om. Dan heb ik wel meer interactie met jullie. Dat geef ik wel eerlijk toe. Ja, voor de rest vind ik dat het alles nu heel goed gaat. En we hebben nu ook twee nieuwe admins, zowel Boven als Exo. Zijn nu ook admin geworden op de Discord server, dus bij deze ook nogmaals proficiat. En nu ben ik richting de record aan het rijden. Weet je nog die ene keer van het ongeval met die spiegel waar ik geen schade van heb, maar waar mijn andere die probeert nu gelijk te krijgen dat ik een fout ben? Ah wel, die zit nu nog altijd te klagen en die zegt dat ik nog altijd een fout ben, want hij is over een volle lijn gereden, ik niet. Nu moet ik dus van mijn ouders richting even Schinner gaan en daar dan een fotootje van trekken. Ah wel, ten deze gaat dat dan ook wel doen. En ten deze heeft nu ook een derde oog, dus dat betekent heel goed voor de mensen die voor mij inschieten, de mensen die tegen mij zitten, dan heb je dat allemaal op beeld. Alleen wat ik nu nog moet zoeken, en mensen, alsjeblieft, als je aan het rijden bent, blijven van uw GSM af. Want zo komen de meeste ongevallen. Dankjewel. Want ik zag juist weer al een met de GSM bezig. Niet goed, niet goed. Zal ik eens kijken? Nee, die is wel goed bezig. Die is ook goed bezig. Goed bezig. Goed bezig. Goed bezig. En nu nog deze. Goed bezig. Want de GSM hangt dan op. En plus een blauw duimpje voor hem. Want hij had ook oortjes aan. Dus. En deze is niet goed bezig, want die schoot van mij in. Dus minder dan 120 km per uur. En ik was op komst. En die is ook goed bezig, want die is gewoon niet met de GSM bezig in de hand. Oké. Ik heb hier weer wat post binnen gekregen. Watergroep. VS ziekenhuis die ga ik ze betalen. Watergroep ga ik ze niet betalen. Ik heb hier nog van de ACV-wereld iets binnen gekregen. Ga ik ze niet ook kijken. En het is iets heel diks. Ik kan het niet mooi plooien. Dus daar zit iets in. En hier moet ik nu 90 km per uur gaan rijden, dus dan gaan we dat ook maar doen. En hier 70. Voilà. Ja, manneke, het is hier 70, sorry. Daar zat weer al een bij mij tegenaan. Jullie hadden het gezien op de cam. Oh, wat is dat hier toch aan de record? Dus, nu. Zelfs naar inslaan in die doodlopende straatje, dat ik mij daar kan parkeren. Dan moet ik dan daar ginder foto's trekken, die doorsturen naar mijn papa toe. En die kan, want die is aan het onderhandelen met de verzekeringmaatschappij van de tegenstander. De tegenstander zegt, nee, de Dimi is een fout, de Dimi is een fout. Ik ben niet een fout. Ik ben echt niet een fout. Want er staat duidelijk een volle lijn getekend op de weg voor iets. En nu hopen dat die volle lijn goed zichtbaar is. Dus. Weer al, hè? Staat erop, hè? Mijn dashcam rijdt heel goed. Stond nog niet eens aan. Oké, nu even kijken hoe ik daar geraakt op die rotonde. Dus niet bij die huizen zien te geraken. Dan gaan we dat ook doen.
daar nog bij zijn, punt uit, voilà. Nu, eens even kijken. Daar zit te geraken. Dus ik zie jullie allemaal samen, sorry, dus ik kan nu even wat concentreren. Yo. En welkom nog op de Q&A. Jawel, ik heb die op dus op een andere dag opgenomen. Waarom? Het is gisteren een klein beetje slecht afgelopen. Ik wou nog de omnigel doen, maar dat is mislukt. Omhoog dat ik volledig ben geblokkeerd. Dus maar ik heb hier nu de vragen voor mij. Voilà. Van Discord. Ik ben even terug aan het scrollen. Loris, waarom ben je zo weinig op Discord? Omwille van dat ik redelijk dingen ook nog bezig ben achter, achter de schermen. Waarom niet meer Tripmania wedstrijden per week? Ik wil dat terug wel opnieuw doen, mensen. Dat wil ik echt opnieuw doen. Echt waar. Dat wil ik. Ik ga het even zo doen. Dan zien jullie mijn rommel niet. Dus dat wil ik wel doen. Dus, en dan weer al familie van Hamel. Is uw relatie stabiel? Ja. Benny vermagert. Man, nu een geest. Rebelsteeltje. Ook dan is het goed. Maar ik ben bang. Benny vermagert. Ik vind dit toch eng. Familie van Hamel, dit is eng. Kan iemand dit oplossen? Dit is opgelost. De bot is al opgelost. Dus, wie is Karel? Karel was vroeger zogezegd een moderator op mijn Discord-server. En dat was iemand anders er. Dat was Katrien. Ik ben even aan het zoeken naar vragen. Waarom niet meer Trackmania races voor Ossale Prof Team? Zo gaan we dit nooit geraken. Dat is wel waar. En Loris, als je dit hoort, kom alsjeblieft terug op mijn Discord-server. Als zit je ook weer gebannen. We gaan eens even kijken. Nee, die is niet gebannen. Dus Loris, kom alsjeblieft terug. Benny vermagerd. Overweeg je plastische chirurgie, zoals Botox, kontlift of borstvergroting. Veel BV's passen dit toe om de latere leeftijd nog actief te kunnen blijven in het BV-wereldje. Nee, dat doe ik niet. En dan familie van Hamel. Als uw eigen naam mocht kiezen, wat zou je dan zijn en waarom? Ik hou mijn naam Lies op Dimitri Remus. Punt uit. Kunnen vissen dorst hebben? Ja, sowieso. Mag je kamerplanten ook in de living zetten? Ja, want het is een kamerplant. Mogen vegetariërs vlinders in hun buik hebben? Ja, want dat zijn andere vlinders dan in het echt. Kan een vis verdrinken? Ja, dat kan als er longen in water in hun longen krijgen. Zo, ja. Wat is het verschil tussen de ideale zelf en je echte zelf? Momenteel heb ik daar geen antwoord op, omhoog van dat ik mijn eigen moet terugvinden. En ik ga ook binnenkort naar de CGG. Dragon Master, wie was er eerst? De kip of het ei? Oh, daar gaan we weer. Geef de top 3 Trackmania spelers van Discord. Ja, sowieso al. Danny. Wie was er dan nog? Oh, dan moet ik eens even zelf eens gaan kijken op mijn website. Oh ja, en dan moet ik ook mij weer gaan inloggen, zeker. Ja. Nee. En die paswoord heb ik momenteel niet bij de hand. Eens even kijken, hè. Misschien meer Ruby, ja. Ik ben even aan het kijken wie de beste is. En Jerpos Schefke. Jerpos Schefke is ook een hele goede racer. Geef ik eerlijk toe. Oké, dan. Waarom is antivaccinatiekanaal weg? Omhoog van dat heeft toch geen nut. Geloof je in
Het feit dat de wereldbevolking wil uitdunnen door middel van onze dingen wijs te maken over het vaccin. Ik laat mij vaccineren. Omwille van, ik denk ook aan mijn medemens, omwille van die willen ook naar festivals teruggaan. Die willen terug op café kunnen gaan, naar restaurant gaan. Laten die mensen ook terug hun job terugkrijgen. Die van de festivals en ook die van de cafés en van de restaurants. Dat die mensen ook rustig hun job terug kunnen doen, zo gelijk vroeger. Dus daar ben ik echt ook op aan het hunsteren. Oké, wat doe jij om dichter tot God te komen? Ik geloof niet in God. Ben jij bereid om jouw geloofssprong te maken? Nee. Geloof je in geen seks voor het huwelijk zoals de Bijbel het voorschrijft? Nee, daar geloof ik totaal niet in. Dan ben je. Ik stel vast dat er in de vorige Q&A... drie strikvragen gesteld werden en dat ze alle drie verkeerd beantwoord hebben. Kan je deze informatie rechtzetten? De welke dan? De vader van Marie heeft 5 kinderen. Bea, Tamara, Silke, Laura en pak bijvoorbeeld Dimitri. 1, 2, 3, 4, 5. Wat is de hoofdstad van België? Brussel. Wat is de hoofdstad van Frankrijk? Dat is Parijs. Ligt Brugge in Wallonië? Nee. In welk land gaat de Ronde van Vlaanderen door? In België. Wat is de hoofdstad van Budapest? Dat weet ik niet. Dat moet ik gaan googlen. Budapest is de hoofdstad van Hongarije. Voilà. Ligt Brazilië in Azië? Nee. Wat vind jij van de stad / district Akihabara? The Best Decisions of Games. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Hoe is het met jou? Het gaat. Het gaat echt even. Oh, dat is nog veel hoor. Heb je al seks voor het huwelijk gehad? Ja. Wat is de hoofdstad van... Oh my god. Die naam kan ik ook wel niet lezen. Dat is een gerecht. Dat is dus geen hoofdstad. Wat vind je een controversiële behandeling van gevangenen van de gevangenis van... Ja. Lekker eten. Mis je uw vriend Castiop nog? Die mis ik nog, ja. Die zit in mijn achterhoofd. Kan je wat verhalen vertellen die je samen met hem hebt meegemaakt? Ik heb hem leren kennen via Eurosys in Hasselt. Heb je nog contact met zijn familie? Nee. Klopt dat Stijn uit Discord is gegaan omdat hij de schuld gaf van Kasjop zijn dood? Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb nooit iemand de schuld toegewezen. Wanneer is iets vochtig? Ja, als dat nat is. Tongbreker. Alice vieze pies is Alice vieze pies. Ja, vieze pies is Alice vieze pies. Alice vies is de pies van Alice. Haar foef stinkt naar vis. Oké, bij deze. Als je met een grote project, bijvoorbeeld tegen pesten of muziekprojecten enzovoort, mocht meewerken, dan is het tegen pesten. Dan is het echt tegen pesten. Ben je jaloers op de andere server waar wel alles goed verloopt? Ja. Dat heb ik niet. Vlaamse strijd, wat is je favoriete video op Pornhub? Dat heb ik niet. Ja, dan ben ik ook van plan Chairpost Chefke, maar wanneer dat ik er echt klaar voor ben voor prank calls te doen. Omikel momenteel niet, want ik ben totaal tegengeklapt. Wil je een stream doen waarin je chipolata pap maakt? Dat doet mijn mama altijd. Hij gaat dat vandaag eten, dat klopt. Chipolata wordt integraal door mama gemaakt. Denk niet dat Dimitri het ooit heeft klaargemaakt, maar het kan eens integraal geregeld worden bij deze. Dat is ook weer een waar, boef. Zit jij zindelijk? Was zindelijk. Wat is het grootste getal? 24,5 of 24,50? 24,5 is even groot als 24,50. Dank u. Wat vond je van Walter, ex-beheerder van de Holy Bee-kanaal? Dat was goed.
Waarom ben je niet samen met een man? Gewoon dat mij niet bezint. Wanneer ga je eens Minecraft met fans doen? Minecraft heb ik nooit gespeeld. En, jawel, ik heb het ene keer gespeeld en ik vond daar niks aan. Doet er iemand van je naaste omgeving soms kaka in de broek? Nee. Nu ga ik dus naar YouTube. Eens even kijken als daar nog wat vragen zijn die ook moeten beantwoord worden. Oké, Beckel livestream. Daar zijn in totaal 0 reacties. Dan HT Poker livestream, 0 reacties. Dan Planet Keuser livestream, 1 reactie. Halfhand, maak eens Psycholand team alles zelf maken en stuur het naar gemeente Alkmaar. Misschien kunnen ze dat Psycholand in het echt maken. Weet deze. Daar ga ik wel eens in. Dus kijken wat de burgemeester daarvan vindt. Kijk eens hier, ik heb hier Psycholand gebouwd hier in Alken. Ja. Yeah. We gaan nu de dan train. CSGO March train. 1 reactie. E-mails pro viewpot. Een dikke win, Dimi. Hoezo schiet je altijd headshots? Ja, dat is trainen. Dan CSGO March 2501. Daar zijn in totaal 0 reacties op gekomen. Dan 24.01.21, 0 reacties. Opnieuw een CS March late stream, 1 reactie. Bonnie Kusher, hoi Bonnie Kusher. Dan naar een leuke muziek geluisterd, vlog 1048. Daar zijn in totaal 8 reacties op gekomen. 1000 poot extract digestief. Topkwaliteit Dimitri, een vlog van gisteren afsluiten en deze als intro gebruiken voor de vlog van de volgende dag. Echt top gedaan. Kijk je uw eigen vlogs eigenlijk ooit na? Nee. Oeps. Betrapt. Dimi, je moet je levensstijl aanpassen. Je moet meer sporten en fit blijven. Dat wil ik ook gaan doen. Dat zal je beter voelen en langer leven. Als de sportcentra's open zijn, dan wil ik ook wel terug gaan sporten. Ik moet even ook de tijd in de gaten houden. Ah, daar staat ook eentje. E-mails, e-mails pro viewpot. Waarom slaap je met uw raam open? Het is winter, Dimi. Het is toch niet koud? Is dat niet koud? Nee, dat is niet koud. Want daar heb ik mee leren leven. Dus ik heb een vliesdeken over mij. Dan een donsdeken. Dan die ingepakt is. Dus een gewone deken. En dan nog eens een donsdeken. Nog eens er extra bovenop. Zij is al naar een concert geweest van Dimi en Like Mike Mika. Nee. Verwarmingskost geen kloot om te draaien. Nee. Dimitri betaalt toch maar €200 per maand voor een appartement. Maar normale werkende mens 800 plus zou voor moeten betalen. Claude Preach. En dan B.A. En dan Jaloers. En dan DJ John Paul. Als die geen verwarming in zijn slaapkamer heeft, is het inderdaad best koud. Maar je slaapt dan beter. Ik slaap ook altijd met de raam open. Voilà, hier nog iemand die dat zegt. Dan e-mails pro viewpot heeft daarop dan gereageerd. Ik ken Dimi goed genoeg. De radiator zal wel op de hoogste stand staan met de raam open. Niet waar, want die staat volledig af. Dan staat die hier op die thermometerken op 11,5 graden. Dan DJ Champol, hopelijk dat die het s'avonds dan niet vergeet uit te zetten in zijn slaapkamer. Raam open en dan verwarming en dat kost heel veel gaskosten op de gegeven moment. Dat is ook weer waar. Ik heb nog nooit mijn verwarming vergeten uit te zetten als ik voordat ik ging slapen. Dan weten jullie dat. Een korte vlog dat ik me niet goed voelde. Daar één reactie. Je voelt u weer niet goed. Nooit meer livestreamen op Discord. Kom je niet. Wat kunt je nog wel? Zagen en klagen en dozen opensnijden. Dan de Q&A van vorige week. Daar zijn in totaal 17 reacties op gekomen. Die kan ik ook nog wel gewoon aan beantwoorden. Yo Dimi, hoeveel abonnees denk je dat je hebt? 4,16k. Je zit het filmpje van IJzit op YouTube aan het kijken. Toen je de reactievideo's aan het reviewen was, zei je dat maximum 30 seconden mag laten zien. Of anders krijg je copyright strike.
Je hebt weer al zoals altijd gelogen. De fans geven zoveel goede ideeën en toch blijf je het verknallen. Ik ga ook de reactievideo's binnenkort doen. Eens even kijken als er een kanaal voor is. Nee, ik ga daar terug een nieuwe kanaal voor aanmaken. Ja. En dan wil ik het echt gaan doen. Dus ik ga nu de algemene chat ga ik erbij nemen en dan kanaal klonen. Reactie schreken video's. Post hier alleen de YouTube link dat ik moet gaan op reageren. De reactievideo's worden klaargemaakt op woensdag. Voilà, dan weten jullie dat ook. Dan komt deze online op donderdag. Punt. Voilà. Dus even kijken. Interacties, uitgenodigde machtigingen. En daar staat ook dan alles. Oké, dat is goed. Dan is het ook bij deze. Dan ga ik ook even zeggen. At everyone. Everyone. Escape. Ik zei escape die F1. Escape. De kanaal is terug. Volgende week woensdag. De eerste op. Voilà. Dan weet iedereen dat in één keer. Dan de volgende. Dan mooie vlog, Bonnie Crusher. Dankjewel. Super, Cycle Superfan 7. Wanneer komen er nog eens coole video's? Bijvoorbeeld prankcalls, gebouwen bezoeken enzovoort. Gebouwen bezoeken, dat wil ik ook binnenkort terug doen. Maar dan mag ik niet alleen zijn. Daar wil ik ook niet alleen voor zijn. Dan 1000 poot extract degressief. GDBR. Regeling heeft iets te maken met bescherming van gegevens. Iets waar jij zeker niet aanhoudt en waar je in principe duizenden euro's boete voor krijgt. Wat dat dan juist? Dan e-mails pro viewbot. Je hebt toch geen corona, hé? Ik zou even willen melden dat Liam met moet bannen van de channel. Hij probeert constant slecht over je te praten, Timmy. Ik zal daar dan eens wel eens naar kijken. Duizendpoot extract degressief. Ik denk dat Dragon de Discord server gehackt heeft. Nee, dat is niet waar. Psycho Super Fan 7. Wat vind je eigenlijk van onze burgemeester Mark Pinkston? Dat hij een hele goede burgemeester is. Bea heeft Chris weggepest, denk ik. Nee. Doe eens een livestream waar je een uur lang een stuk bij deze zegt. Een livestream, oké. Moet ik continu dan bij deze zeggen? Mr. Beast heeft dat gedaan en heeft miljoenen views. Dus goed idee, doe maar. Oké, dan zal ik dat wel ook eens doen voor dat te doen. Ik heb zelf nooit een vork en een mes gebeten. Jawel. De lepel, want daar bijten ze niet op. Dus even luisteren. Voilà, bij deze. Ik ga dan een repelsteeltje. Wat vind je? De lepel, want daar bijten ze niet op. Oké, waar zijn die tijden? Ik heb zelfs nooit op een vork en een mes gebeten. Jij wel? Ja, voor toch de tijden eraf te krijgen. Timmy, denk nog eens opnieuw na over deze vraag. Jij had bijna juist. Zwaars, 1 kilo veren of 1 kilo lood? Ik denk 1 kilo... Denk dan 1 kilo lood dan, hè. Dimi, het antwoord op deze rekensom was niet volledig juist. Je zat er toch dichtbij. Probeer het nog eens opnieuw. Wekelijkse rekenvraagstuk. Als je 10 jaar oud bent, ben ik 2 maal zo oud als... Nee, mensen. Daar heb ik dan totaal ik geen zin in. Omhoog van, ik zit in tijdsnood. 1000 poot extract degressief. Bea gaat alleen wonen zonder u, Dimi. Dat is uw relatie toch niet stabiel? Jawel. Dimi, hoe zou u... Hoe zou jij jezelf in 1 woord beschrijven? Momenteel angstig. Of nee, momenteel ik heb bang.
Je zegt dat de politie geen andere huidskleur moet afschieten. Dus eigenlijk zeg je dat de politie enkel blanke mensen moet afschieten. Is dat niet racisme? Ik wil niet dat de politie iemand afschiet. Als de politie iemand moet afschieten, dan wil ik dat dat bijvoorbeeld door een vertovingspistool of zo, dat ze dan gewoon op de grond vallen, dat ze dan kunnen in de handboeien kunnen slaan. Dan BA, hoi, hoi terug. Dan duizendpoot, extract, agressief, redelijk onbeschoft gedrag. Eerst beschuldig je Liam ervan dat hij jaloers is op uw subscribers, terwijl hij maar echt meer echte subscribers heeft dan jouw neppen. En wanneer hij er een comment over zegt, dan doe je nog een neerbuiging tegenover hem. Ja, sorry daarvoor, mijn excuses. Dan hebben we nog hier de CSGO match, 0 reacties. Bij deze, heel veel bedankt om naar deze vlog te kijken. Vergeet ook zeker alvast geen blauwe duimpje omhoog te doen. Ga ook zeker eens alvast langs bij mijn webshop www.cycletv.be en lees ook de nieuwsboosjes. Als je iets van vragen ook nog hebt, iets totaal anders die niet bij Q&A passen, hier is ook de e-mailadres redactie@cycletv.be. Heel veel bedankt om te kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online komt. Tot de volgende video.